Het lijkt erop dat Rick een probleem heeft. Want zijn huis is aan het wegvliegen. Ja, Rick, bouw maar omhoog. Misschien dat het helpt. Jongens, welkom bij deze nieuwe Content VNU aflevering. Rick's huis is aan het opstijgen. De boom staat lekker in de bloei. En het einde van deze video zeg ik doei. Wat zeg jij, Rick? Ik zie je wel, hoor. Ja, ik ben mijn intro aan het doen van mijn video. Oh, en met mij op de achtergrond. Ja. Wacht, dan moet je even wachten tot ik mijn trap heb gebouwd. Dan ga ik wel even leuk dansen. Zoals jullie kunnen zien is Rick een mooi dansje achter mij aan het doen. Maar welkom bij deze nieuwe video, jongens. Spannend! Vandaag wil ik eventjes langs bij de Content Veen assistent. Want ik heb 2 afleveringen geleden een voicemail achtergelaten. Voor Bob de dokter. Maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik ben benieuwd of er zeg maar reactie daarop is. Wacht, even een flashback nadat ik een voicemail achterliet. Hallo, je spreekt met ex-koning Walnoot van Grootstad Content Veen. Je kent het misschien wel in de wereld. Ik weet niet wat er allemaal nog meer is naast ons hier. Maar ik heb uw hulp nodig, dokter Bob. Er is een virus hier wat zich verspreidt. Nieuw, heel onbekend voor iedereen. Het neemt de stad over, het neemt mensen over. Kom graag hierheen snel. Ik woon op huis nummer 13 aan de Bankweg. Kom zo snel mogelijk langs. Ik wil flink betalen. That's it. Snel. Spoonie! Dus laten wij gelijk naar de Content Veen assistent gaan. In de hoop dat zij of hij of het iets meer weet over Bob. Want Bob moet wel echt komen, jongens. Want dit virus hier, het ziet er niet goed uit. Het moet echt gestopt worden nu, per direct. Zo, daar zijn we, jongens. Daar zijn we. En kijk eens aan, de assistent. Hallo! Wij zetten dan de vrouwenstem weer aan, want daar ben ik aan gewend inmiddels. Hallo, ik ben de persoonlijke assistent. Van Content Veen. Nou, hey, goeie... kan ik je helpen? Goeiemiddag, Content Veen assistent. We gaan jou noemen Barbara, oké? Okay? Je wilt mij noemen Barbara? Barbara. Barbara, vanaf nu kun je mij aanspreken met Barbara. Met Barbara, ik vind Barbara een mooie naam. Oké, okay, Barbara, ik heb een tijdje geleden, gisteren of eergisteren, heb ik Bob de dokter... Weet je wat, laat maar, heb ik enige oproepen gekregen. Dat is het enige wat ik wil weten. Heeft iemand me gebeld? U heeft 3 voicemailberichten. 3 voicemails? Oh, oké, ja, speel ze maar af. Begin maar met 1. Wilt u voicemail 1 luisteren? Luister voicemail 1, ja. Voicemail 1. Ontvangen gisteren om 12:18. Oké, okay, dit is gisteren om 12:18 ontvangen, jongens. Wat is dit? Ah, ja, Toos hier. Hey, ik zou even willen vragen hoe het met je gaat, maar ik heb jou weer een tijdje niet gesproken, maar ja, laat even weten hoe het met je gaat. Ik hoor graag van je. Joe! Dat was de eerste. Oké, okay, prima. Wilt u de voicemail nogmaals beluisteren? Nee. Verwijder. Bericht verwijderd. Voicemail 2. Ontvangen. Urgen. 6. Oh, 8:06. Oké, okay, ja, speel maar af. Beluisteren. Ja, daar was ik weer. Verkeerde banden. Daar. Wat vreselijk. Ik hoopte dat het Bob was. Verwijderen. Nogmaals. Nee, verwijderen. Voicemail 2. Verwijderd. Voicemail 3. Ontvangen. Vandaag. Vandaag? 10:06. 10:06. Oh, dat is nog niet zo lang geleden, jongens. Oh, ik hoop zo erg dat het Bob is. Ja, laat het Bob zijn. Ja, ik ben Bob. Ja, maar gebeld. Ja, mooi. Bob? Ja. Ja, hey, je spreekt met Bob de dokter. En Ja, ik ben een man van veel woorden, dat weet je misschien wel. Ik ben ook erg enthousiast, want je had me gebeld en normaal bellen mensen niet zoveel mensen mee. Oh, we praten veel. Wat snel. Goed zo. Ik dacht, ik bel je even terug, maar je neemt niet op. Dus ik bel zo meteen wel even terug. Tot zo. Oh, nou oké. Okay. Prima, dat is nog niet. Dat is net ongeveer 50 minuutjes geleden is dit blijkbaar geweest, jongens. Bob, terugbellen. Ja. Terugbellen. Bel Bob terug, alsjeblieft. Oh jongens, stop. We gaan Bob... Nummer eindelijk Bob terugbellen! Verdraaid. Het is alsof ik gebeld word, maar ik ben helemaal aan het bellen. Het is een heel verwarrend geluid dat je nu afspeelt, Barbara. Maar wacht maar tot Bob opneemt. Oh, laat Bob alsjeblieft een normaal persoon zijn en niet net zoals Frank of Fred. Ik hoop het echt dat hij een beetje normaal is. Goeiedag, met Bob. Hallo, je spreekt met Max Walnoot. Hallo. Hey, ik had gebeld en toen had jij gebeld. Ja, daar ben ik er terug. Ja, top. Hey, heb je mijn aanvraag gehoord over het virus en zo? Ja, zeker. Weet je wat het is? Ik ben er wel van veel woorden, hè. En weet je wat het is? Het mooie is... Bob, rustig aan, rustig aan. Bob. Neem even adem in. Adem uit. Oké. Okay. Kan je naar mijn stad toe komen? Ja, zeker. Je kan me vinden op... Hoe heet die straat eigenlijk? Weet ik niet. Geen idee. De Bankweg of zo, nummer 11. Dus... Wacht.
twee seconden, Bob. Blijf even hangen. Bankwegnummer 11. Hey. Dat is daar! Er staat ook in. Wacht even, hallo. Volgens mij. Ik ga weer Bob, ik ben er, Bob. Bob. Hallo. Sinds wanneer ben jij al in mijn stad? Waarom heb ik jou nog niet gezien? Je bent mijn. Maandje of twee, dat kan niet eens. Je bent mijn buurman. Bob, de buurman. Oh, sorry, ik ben echt enthousiast. Bob, ik kom er nu aan, oké? Ja, dat is goed. Dan zie ik je snel, hè? Tot zo. Tot ziens, hè. Dag. Ik ga... Dag, Barbara. Ik zet je uit. Fijne dag. Dat is abrupt. Tot ziens. Toenk, hij staat uit. Of zij staat uit. Oké, jongens. Blijkbaar... Hij zegt de bankweg nummer 11. Ik woon op bankweg nummer 13 daar. En dat is bankweg nummer 11. En ik zie ook echt rode kruisen. Sinds wanneer is dat hier? Hoe is mij dat nog niet opgevallen? Vorige aflevering was dat volgens mij die niet. Oh, maar deze. Sinds wanneer zit dit hier? En waarom? Vooral waarom? Waarom naast mij? Ik had hem uitgenodigd om hier even langs te komen. Ik had hem niet uitgenodigd om gelijk zijn huis in te richten zo. Oh, maar deze, hier woonde Rick en Noah ook echt. Jongens, ik weet niet wat me te wachten staat, maar laten we maar naar binnen gaan. Oké, laten we naar binnen gaan. Huis nummer 11. Wat is dit? Oh mijn god, wat is dit? Waar ben ik beland? Waarom is hier... Sinds wanneer is dit hier allemaal? Hallo? Goeiedag. Hallo. Hallo. Hallo, kan ik je helpen? Spreek ik met jou, mevrouw? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik zoek Bob. Bob de dokter bedoel je? Ja, Bob de dokter, die zoek ik, ja. Ja, dat kan kloppen. Hij is even druk met een patiënt. Dus ik zou vragen of je eventjes een formuliertje wilt invullen. Een formulier, ja, dat wil ik. Prima. Dat is goed. Daarmee teken je eventjes van alles. Alsjeblieft. Oh, ja, dankjewel. Zet daar even je naam in. Even de datum van vandaag. Ja, wacht even hoor. Het is 28 september 2022, prima. Ja, de tijd gaat snel hè. Ja, jemig. Ja, niet normaal. Niet normaal. We hebben het ook erg druk hier in het ziekenhuis. We zijn hier al een tijdje, dus wat je ook even moet doen is even de klachten opschrijven. De wat opschrijven? De klachten. Je weet klachten. Wel waar je last van hebt. Oh, virus. Door stad, ja. Ik heb het opgeschreven. Ja, heel goed. Dan mag je het weer teruggeven. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Geen probleem. Dan mag je even hier achter plaatsnemen in de wachtruimte. En dan kom ik je zo halen. Achter jou daar? Ja, even je omlopen en dan, ja. Oké, dankjewel assistent. Tot ziens. Tot ziens, dit, waar ben ik? Dit is groot. Waarom is dit zo groot? Sinds wanneer bestaat dit? Hoe kan dit, hé? Dus letterlijk naast mijn huis gewoon zit ineens een heel ziekenhuis. En ik moet hier wachten in de wachtlijn. Ik ga even een tussentijd een beetje op onderzoek. Of zou ik gewoon even wachten in... Jemig, wat is dit groot, hé? Ik ga wel gewoon wachten hier. Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen, jongens. We moeten wachten op Bob, letterlijk op Bob de dokter in het ziekenhuis. En de assistent, ik weet niet wat er met de stem aan de hand is, maar het klonk niet heel lekker. Volgens mij rookt hij veel check. Ja, dan mag je nog even bukken. Even bukken nog. Kom op. Ja, goed. Ja, even kijken. Dan moet ik heel even kijken wat er allemaal achterin zit. Kijk. Hoe gaat het met u, meneer? Ja, prima. Bob. Oh, nee. Ja, mooi. Nee. Even kijken. Ja, ik weet het al. Ja. Ik heb slecht nieuws. U gaat dood. Ook al. Ja. Ik wens u nog een fijne dag. Tot ziens. Ja. Dag. Gerard, je gaat dood. Ik heb nog een bucketlist. Bob. Ik moet je urgent. Ik ben Max, hallo. Goeiedag. Hallo, ik moet je spreken. Het is heel belangrijk. Kan ik je helpen? Ja, ik ben van de telefoon wel letterlijk 2 seconden geleden nog gebeld. Oké. Je heeft met je assistent al gesproken? Ja, wait. Wat is... Mag ik de naam alsjeblieft weten van de assistent? Sorry? Maar wat is de naam van uw assistent? Ja, ik heb er nog wel een paar. Dan moet ik heel even kijken wat de naamplaatje ook weer zegt. Waarom is dit zo raar allemaal hier? Hey, hoe heet je ook alweer? Ja. Oh, ja. Hoi. En is hier assistent? Dit is iemand die waarschijnlijk de camera aan het schoonmaken. Hallo, wat ben je doen? Oh, ja, hier, sorry, hallo. Ja, en hoe heet ze? Weet ik ook niet. Even kijken. Je had een afspraak, toch? Ja, ik had zeker een afspraak. Ja, mooi. Even kijken welke kamer vrij is. Deze moet nog gedesinfecteerd worden, want daar gaat de meneer dood. Hier zijn ze bezig. Ja, back trick. De planten water aan het geven. Ja. Ja, dit is ook mooi. Opslag, weet ik veel. Ja, moet je maar kijken wat erin ligt. Het kan een beetje stinken, maar... Oh, dit is... dat is een lijk. Waarom ligt die open? Waarom kan ik dat lijk letterlijk zien? Ja, dat moet luchten. Dat moet helemaal niet. Weet je, prima. Kom alsjeblieft naar de kamer. Ik heb dringend nieuws. Ja, dat kan. Ja, je kan het. Top, oké. Okay. Mag je de broek even uitdoen dan? De broek uitdoen? Hoezo? Ja, natuurlijk. Hoezo? Dat is daar.
Niet natuurlijk. Goed, als u vast de broek uit doet, dan ga ik even mijn assistent vragen wat er mis is. Tot zo. Hoezo mijn broek uit? Ik kom hier niet voor zo'n afspraak. Ik kom hier om zaken te bespreken over het feit dat content... Ik ga mijn broek gewoon uit. Goeiedag. Ja, hallo. Even kijken, wat is er mis? Wat een plaatje. Prachtig. Sorry, ik raak afgeleid. Max? Ja? Kijk, 28 september 2022. Oh, dan ben je nog jong. Dat is vandaag, dat is toch de datum? Oh ja, ja, dan moest de geboortedatum zijn. Oh, jongens, wat even... Volgende keer weet je je best doen als je middels klaar hebt. Ik snap het wel niet. Goed, virus door stad. Ja. Ja, weet je, het heerst allemaal wel, hè? De hooikoorts komt eraan, weet je. Nee. Alsjeblieft, moment, rustig aan. Ja, rustig aan. Oh, mijn god, ik doe rustig. Wil je even omdraaien? Ja, wat ga je doen? Draai dan maar gewoon even om. Heel goed, okay. Dan klop ik even een paar keer op je rug, kijken of het pijn doet. Ah, natuurlijk doet het pijn, je slaat op mijn rug. Oh, sorry. Gaat het wel? Ja, natuurlijk. Even kijken. Even op je knie. Even kijken of het knie-reflex nog allemaal werkt. Werkt. Ja, trappen, dat doet pijn. Hey, goed. Ik schijn heel even met een lichtje in je ogen. Hoezo? Waarom? Nee. Stop, Bob, stop. Even nee. Kijken hoor. Bob, stop. Doet dat pijn? Ja, natuurlijk doet dat pijn. Oh, die pupillen worden wel erg groot, zeg. Ja, die zijn altijd kijken. Groot. Stop. Hou hem weg. Oké, Bob, nu moet je even rustig gaan doen. Ik heb belangrijk nieuws. Ik heb al een diagnose gesteld. Ik denk dat u inderdaad last heeft van het virus. Hoe noemen ze dat ook alweer? Het Fialara Boehoes Nani. Fialara Boehoes Nani? Ja, precies, ja. Heb je er ooit wat van gehoord? Nog nooit. Is niet goed. Ik ga even pilletjes halen. Oh, mijn god. Oh, jongens, dit is nog erger dan Fred of weet ik voor wat. Ik hoop op zo. Ik heb zo'n foute keuze gemaakt met Bob. Ik had voor die andere moeten gaan. Voor die andere twee doktoren of weet ik voor wat. Maar waarom is hij hier uit? Zij heeft de hele praktijk opgezet gewoon. Met lijken die moeten luchten. Ik kan het virus niet eens onthouden. Maar ik moet met hem praten over het virus dat er nu in Content Veen is, wat de hele stad opslokt. Eens even kijken. Ik heb een receptje voor geschreven. Ja. Dat moet je elke dag nemen. Twee per dag. Twee per dag. Dit zijn... Oké, weet je wat? Ik ga akkoord met het feit dat ik dit moet nemen. Twee per dag. Dan mag de broek weer aan. Dan wens ik je nog een fijne dag. Nee. Hallo, Bob. Wat is er? Ik kwam hier helemaal niet voor mezelf. Ik heb een groter probleem. Nou, dan mag je even die andere broek ook uitdoen, want dan moet je toch echt even Nee. Hallo, meneer. Kan ik hier ook een tandartsafspraak maken? Dat kan. Gerard. Ja. Het is niet de bedoeling dat je hier... Volgens mij is het mijn praktijk, of niet? Inderdaad. Ik ga terug naar even naar mijn assistent. Okay. Even kijken. Dan moet u even zeggen dat u voor de tandartsafspraak komt en dat u doodgaat. Want dan krijg je haast. Dat wil ik. Mooi. Goed. Kan ik u helpen? Bob, wil je even meelopen naar buiten? Ja, op zich wel. Maar okay. Ik heb het wel druk. Ja, dat snap ik. Maar dit is zeg maar... Dit kan je hele praktijk hier ten einde brengen. Wat is dit voor geheime ruimte? Oh, dit is onze lockdownkamer. Hier zitten de hoogste zware patiënten met de zwaarste virussen. Nee. Klein kamertje, maar... Is het niet gewoon isolees zo? Maar wanneer kan ik? Ik kan volgende week 12 uur over. Dat jij niet denkt. Ik hoor hem niet praten. Justin, volgens mij ga je echt dood. Je bent tegen niemand. Ze zegt niks terug. Nee, inderdaad. Wacht, ik help hem even. Hallo! Kan ik je helpen? Kan ik je helpen? Hallo? Ja, dat kan ik wel. Oké, nou, afspraak gemaakt. Nee, ze zijn bezig met een afspraak maken. Ja, kom mee, Bob. Kom mee, Bob. Okay, kom mee. Kijk, dit is even belangrijk nieuws. Het is even belangrijk nieuws, wat ik moet stellen, want... Ik kan niet zo ver van de praktijk afkomen, hallo. Jawel, Bob, het is zeg maar... Als we dit niet stoppen, ik heb jou letterlijk voor dit hierheen gebracht... Dan ga je niet de praktijk starten en dit als laatste prioriteit brengen. Nee, Bob, ja, kom nou mee. Oh, sorry. Kom mee. Ja, ik raak nogal snel afgeleid, zoals je misschien hebt gemerkt. Het virus waarvoor ik jou gebeld heb, is daarboven. Is dat, wat de kerk opslokt. Oh, jeetje. Ja, jeetje inderdaad. Zo, dat is heftig. Ja. Ja, niet normaal zeg. Mooi zeg. Wauw. Zo mooi. Ja, wat een uitzicht hier. Ik vind het wel prachtig eigenlijk. Ja, het ziet er mooi uit. Dat snap ik. Oh, kijk eens. Hey. Mooi zeg. Ja, mooi allemaal. Maar Bob, wat heb je te zeggen over het virus? Ja. Wat heb ik te zeggen, weet je? Want het is wel lastig, weet je? Maar ik sta van een afstandje te kijken. En dat maakt toch allemaal wat lastiger. Oké, ik wil best voor jou een route daar naar boven brengen. Zodat jij wat samples kan nemen. Oké, ja. En dan kan je het onderzoeken. Dus misschien, ik weet niet of ik dan... met meer dingen kan helpen voor jou. Maar het is wel belangrijk dat je dit gaat onderzoeken. Ja, zeker. Als jij dat wil, dan moet je even een afspraak maken met mijn assistent. Dan moet ik wel wat gaatjes vrijmaken. Dit is de reden dat ik je gebeld heb, dat jij in deze stad mocht komen.
om dat te verhelpen voordat het zich verspreidt. Kom, maar ik zit hier al een tijd. Je ziet hier niet al een tijd. Ik was hier gisteren nog en toen zat het er allemaal niet. Nee, de klappen zijn de snelle verhuizers. Ja, ik merk het. Ja. Oké, weet je, ga jij snel naar je afspraken toe. Ik zorg wel voor de route naar boven. En dan kan jij een sample nemen en dan... of ik kan ook een sample voor je halen, of moet jij dat zelf doen? Nee, dat moet ik wel erg zelf doen, want ja, ik heb een specialiseerde virussen, zoals je al weet. En, ja, dat weet ik, dat weet ik. Dat is mooi, want dan moet ik ook even allemaal speciale middelen aandoen. Dan weet ik veel allemaal wat, maar dan gaat het helemaal goed komen. Oké, okay, top. Dan ga ik ga het regelen, komt goed. Ben je verzekerd? Nee. Heel goed. Dat wordt een duur geintje. Haha, en dan gaat allemaal mijn centjes in. Haha, ja. Oké, jongens. Laten wij even een route verzinnen naar boven. Zodat Bob gewoon wat samples kan nemen. Ik denk wat ik daarvoor hoef te doen is hier binnen. Alleen op Justin of op Justin's hoofd. Die de heilige opa Gerard. Op Gerard's hoofd. Ook even een trappetje naar boven maken. Of even een laddertje of zo. Zodat ik even wat ladders pakken. Zodat hij daar wat samples. Gewoon wat monsters als het ware kan nemen. Weet je, misschien dat hij eens zo'n blok kan hakken. Weet je. En dan dat hij dat mee kan nemen naar zijn praktijk. Om te kijken of we er iets mee kunnen. Maar wat een druktemaker is die Bob, hé. Oh mijn god. Met zijn nieuwe praktijk. Ik moet wel snel zijn voordat Frederik doorheeft dat ik wat aan het proberen ben. Dus laten we hier. Dit is zo'n prima plek gewoon voor een ladder. Zo, dan zijn we boven, als het goed is. Oh, wacht. Nee, nog net niet. Kijk, ja, zo. En dan doen we hier even zo. Zo, zo. Hoppakee, kijk. Dan zijn we boven. Oh mijn god, wat ziet dit er angstaanjagend uit, hè, dit allemaal. Kijk, maar hier kan hij perfect een monster nemen ervan, een sample. Kijk, dan gaan we Bob gelijk ophalen. Ik heb een laddertje gemaakt, zo moeilijk was het niet. Hij heeft me ook gewoon letterlijk kou-kou bonen gegeven. En dat noemt hij pillen. Wat een oplichter. Oh, zeg maar niet dat ik zijn assistent weer moet. Oh, moet ik weer door die assistent heen. Hallo. Hallo? Bob? Oh mijn god, Bob is er niet. Waar is Bob? Bob? Huh? Hij zei dat hij ging terug hier. Hij had het vet druk. Wat kan hij zijn? Waar is die man? Hij zei dat hij het vet druk... Kan ik je... Oh, hallo, nee. Kan ik je helpen? Of ja, ik zoek altijd Bob. Zo door in een huis? Ja, ik zoek Bob. Oh, die is achter. Achter? Oh mijn god, ik ga wel naar achter. Ik vind hem wel. Bob, ik heb letterlijk net hier gekeken en je was er niet. Waar ben je nou? Ik heb elk kamertje... Oh mijn god, ze was wel hier. Hey! Bob, het is me gelukt. We moeten nu samples nemen. Nu? Ja, nu. Heb je materiaal hiervoor? Heb je, weet ik... Ja, natuurlijk, je bent een dokter. Ik wacht buiten op je. Oké, jongens, laten wij buiten hierop hem wachten. Dan hoop ik dat hij allemaal apparatuur... Oh, dan moet hij die kant op, want hij kan natuurlijk niet vliegen met zijn light. Hij heeft geen elytra. Oftewel, laat... Hè? Wacht even. Het lijkt wel alsof het... Oh mijn god, het is volgens mij echt gegroeid sinds dat ik letterlijk in die 2 seconden weg ben geweest. Oh nee, dan moeten we helemaal opschieten. Bob, we moeten opschieten. Het verspreidt. Wat? Het verspreidt zich. Oh. Kom mee. Het, wat heb je? Heb je al je materiaal bij je? Ja, zeker. Oké, top. Nou, let's go. Is het eigenlijk ver? Ja, het is best wel een stukje lopen. Het is zeg maar, ja. We moeten naar de kerk toe. En de kerk kom je eigenlijk nu nog alleen vanaf deze kant. Dus we moeten helemaal richt door het oude gedeelte hier naar de kerk. Hoi, wie is dit dan? Wat? Oh, dit is Fred. Ja, hij werd gezocht. Gezocht. Ja, maar inmiddels eigenlijk al niet meer. Maar, nou, een soort van nog wel. Alleen... Ja, mooi. Ik dacht, misschien kan ik geld krijgen of zo. Hoezo? Je bent dokter. Je verdient toch vet veel als dokter? Ja, dat klopt. Ik kan altijd meer. Bob, je gaat verkeerd. Bob. Niet waar. Bob, hoezo niet waar? Je weet toch helemaal niet waar het is? Zeker wel. Ja, dat klopt. Je weet ook echt waar het is. Hoe kan dat? Kijk toch, ik woon hier al een paar maanden. Dat is, ik heb je nog nooit gezien. Nou, jezus. Okay. Hey. Oh mijn god, het is echt gegroeid. Het is serieus echt gegroeid. Bob, het verspreidt zich. Hoezo is dat grappig? Ja, ik vind dat leuk. En ik vind het een goede klus. Oh mijn god, dit is echt erg. Het is mijn hele kerk aan het opslokken. Oké, ik heb hier gelijk links heb ik een ladder. Ik heb het voor. Ja, dit is open Gerard. Die heb je net ten dood veroordeeld, basically. Oh, dan is je helemaal heilig. Oké, okay, nou, klim maar naar boven. Doe je voorzichtig. Nee. Oh, sorry. Mijn god, Bob. Jemig, doe alsjeblieft voorzichtig. Oké, ik ga met je mee en dan zou ik voorzichtig zijn, want er staan hier bewakers. Die vinden het niet zo leuk dat we hierboven komen, dus we moeten wel een beetje stil zijn. Oké? Niet al te luid zijn, alsjeblieft, Bob. Wauw, dan is het dicht bij een kerkbel staan. Weet je dat het heel luid is als je nu gaat klokkenbellen? We gaan niet klokkenbellen. Hier is het. Dit is het, Bob. Oh ja. Ja. Nou, doe jij even je ding. Het stinkt. Ja, ik ga er ook niet aan ruiken, liever, maar... Ja, ik wel. Wat kan je hiermee? Want dit neemt zeg maar mijn stad op het moment over. En... Mm. Oh, je bent daar. En Frederik is degene die dit doet. En hij beweert dat het zeg maar ook mensen kan infecteren. En er is al 1 iemand geïnfecteerd. En die is al helemaal duister en weet ik veel wat allemaal. Dus pas op met dit aanraken. Het druipt naar beneden. Het druipt naar beneden. Oh mijn god, het druipt inderdaad naar beneden. Oh, ik zie het. Het druipt naar mijn pas. Oh, ik blijf wel lekker hier aan het randje staan dan. Even kijken hoor. Ja. Ja, inderdaad, ja. En? Ja, inderdaad. Prachtig uitzicht, zeg. Zo, oh, sorry. Oh. Ik raak nogal snel afgeleid. Even kijken. Oh, Bob. Bob. Zo. Het lukt het? Nee, niet zo goed. Oh, ik zat trouwens... Shit. Oh, heb je... Oh, nee. Ja, zeg niet dat hij in mijn gezicht, maar goed, maar niet uit.
Oh, dit is dit voor... Ja, maar het komt in je gezicht. Maar maakt niet uit, Bob. Doe je ding. Zo. Oh, het druipt hier ook trouwens. Pas op dat het niet op je hoofd druipt. Heb je vol flesje? Oh, nice. Top. Goed zo. Wat ga je ermee doen? Ja, testen denk ik maar. Top. Oké. Nee, dan was dit het voor nu, denk ik. Nu dan kan jij... Ja, ik weet niet veel. Jij bent de dokter. Kan jij contact met me opnemen zodra je iets meer weet over ja dit? En we moeten het even een naam geven, het virus. Ja, het is natuurlijk het virus gewoon. Maar... Neem alsjeblieft zo snel mogelijk contact met me op als jij meer weet over dit virus. Ja, dat is goed. Voor contact kun je contact opnemen met mijn assistent. Die staat voor. Dat is goed. Is prima. Dat is goed. Dat is prima. Dat is goed. Dat is prima. Dat is mooi. Dat is mooi. Dan wens ik u fijne dag nog. Dankjewel, Bob. Doe voorzichtig met... Bob de dokter, die kan alles maken. Bob de dokter. Bewegen is gezond. Hey. Oké, jongens. Ik weet niet zo goed dat ik van Bob de dokter moet vinden. Denk jij nou dat Bob de dokter ons gaat redden? En dat hij het virus aan kan en... Bob de dokter kan alles repareren. Bob de dokter heeft nog geen schone kleren. Bob de dokter. Denk je nou dat Bob ons kan redden? Denk je nou dat hij het virus aan kan? Laat het dan nu even in de reacties weten, jongens. Denken jullie dat het hem gaat lukken? En laat even weten wat jullie van Bob vinden. Ik vind het een beetje een vreemde man. Hij is heel druk. Volgens mij heeft hij echt ADHD en ADD en alle andere soorten dingen waardoor je druk en afgeleid wordt en weet ik wat allemaal. Maar dit virus, je ziet het nu, het begint al op het dak te komen. Dat was letterlijk net nog niet. En is het voor me voor elke keer als ik er ben geweest en ik ga weer weg, dan verspreidt het zich. Oh, maar mijn kerk, jongens. Mijn mooie kerk. Dit kan echt niet. En die bewakers daarboven. Oh, oh mijn god, ik ben hier naar beneden gegaan zonder vuur. Ik moet helemaal omhoog lopen. Ja, hopelijk kan hij er wat mee. We hebben nu ook een ziekenhuis, dus blijkbaar. Dus, oh mijn god, Bob, wat doe je hier? Hier ligt Karel de vogel. Ik had vroeger ook een vogel die Karel heette. Dat is een goede tijd, Bob. Ik ga er vandoor. Wat snuif, zeg. Oké, jongens. Het is goed om te weten dat er nu een ziekenhuis is. Of een, ja, een praktijk, een dokterspraktijk. In ieder geval als mijn buurman. Vet random, ook gewoon. Dus elke keer als er wat is, kan ik gewoon letterlijk snel naar de buurman toe. En dan kan ik een afspraak maken daar. Dit was ooit het huis van Rick en Noah. Maar die zijn natuurlijk verhuisd, zodat het huis leeg kwam. En weer terugging naar de stad gewoon. Want hij is nooit gekocht, dit huis. Oftewel. Hij is weer van mij. Maar goed, nu is, hij is van mij. Maar hij is letterlijk nu een ziekenhuis is het geworden. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar het is wel leuk. Het is een leuke nieuwe toevoeging hier. En ik hoop dat mensen die ziek zijn altijd geholpen kunnen worden. En ik hoop dat we Frank ook kunnen genezen. Oké, jongens, maar dan nu even heel wat anders. Robin is natuurlijk officieel begonnen met... Oh nee, het gaat regenen. Oh. Robin is natuurlijk begonnen met zijn YouTube-kanaal. Dus ik wil er even heen gaan om naar zijn basis te gaan kijken. En kijken wat hij van plan is. Want volgens mij is Robin online. Spannend! Nou hoop ik dat hij ook al een netherportal heeft gebouwd. Duurt het anders allemaal zo lang om de hele tijd weer heen en weer te vliegen. Oh mijn god, nee, 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 nee. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Nee! Het is hier ook al. Oh mijn god, trouwens, zij zijn hier. Oh mijn god, wat doe ik hier? Ik sta aan het zicht. Oh mijn god. Kijk nou. Hebben we Frederik met dat monster? Met Frank het monster? Oh mijn god, en bewakers. Oh, ze hebben me niet gezien. Hoe hebben ze me niet gezien? Ik land echt volledig op het dak hier. Wacht, kijk, ik ga ze afluisteren. Kijk wat ze te zeggen hebben. Oh, dat was bliksem. Nee, ik wilde dit helemaal niet. Ik wilde naar Robin toe. Ik wilde naar zijn basis. Oké, wacht. Misschien kan ik hem afluisteren. Ja, dit is de tweede plek inderdaad. Maar er zullen er meer volgen. Dus je bent al uiteindelijk de sleutel tot alles. Dus. Oh, mooi zeg. De sleutel tot alles. Oh mijn god, wat is dat? Oh, wat is dit een nageluid? Ik vind het vreselijk. Wat bedoel je? Vreselijk. Hoe bedoel je? Voelt zijn aanwezigheid? Hoe bedoel je? Mijn aanwezigheid. Ik bedoel toch niet nee, mijn toch? Aanwezigheid? Huh? Is hij hier? Is hij hier? Doet hij mij? Nee, waar toch? Waar dan? Waar? Nee, toch? Oh, wacht, hij zoekt me. Volgens mij zoekt hij me. Oeh, ik ben weg. Hij mag niet weten dat ik hier was. Oh mijn god, daar kan ik ook niet heen. Dit is Mielaitra! Oh! Mielaitra, hij brak. Nee. Oh nee. Oh, Mielaitra is stuk. Oh mijn god, en dat is gegroeid, jongens. Het is gegroeid. Hier ook weer. Moet je zien, wat gebeurt er allemaal? Nee. Het is ook in de arena. Jongens. Oh my... Oh. Ik moet weg hier. Ik moet weg. Ik ga naar Robin. Ik ga mijn stad uit. Ik ga nu mijn stad uit. Mijn Lytra stuk. Oh, wat ben ik blij dat ik sowieso met de netherporter wilde gaan. Anders was ik halverwege ergens gestrand. Oh, ik moet hier weg. Het groeit helemaal mijn arena in. Ze hebben een nieuw punt. Maar er komen er meer. En die Frank is de sleutel of zo tot het eindplan. Ik snap het allemaal niet. Ik wil weg hier. Ik wil weg hier. Oh, mijn arme stad. Laten we naar Robin gaan. Kijken of we bij Robin... Ik heb gewoon... Ik moet even iets anders hebben, jongens, dan dit soort chaotische gedoe dingetjes. Heel mijn arena wordt zometeen ook nog eens... Hij staat daar. Hij staat daar. Ik ga snel de netherportal in. Ik ga snel de netherportal in. Oh mijn god. Ik zie hem letterlijk staan. Hij stond daar bij die boom. Oh. Oh, zeg maar dat ik hier even veilig ben. Is dat Robin's portal? Nee, toch? Waar is Robin's portal?
Heeft Robin al een portal? Is dat Robin's? Ik weet het niet. Madset is trouwens echt aan het begin van het stukje, zat Madset echt bovenop mijn hoofd gewoon vet random. Ik had hem even verplaatst. Ik was vergeten terug te plaatsen. Hé, volgens mij deze kant op. Ik heb namelijk eens zijn video gezien. Shout-out naar Jopie. Maar, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, jongens. Heel mijn stad wordt echt letterlijk opgeslokt door dat virus. Er is telkens meer informatie. Als jullie enig idee hebben wat is en hoe het allemaal kan en... Help me alsjeblieft, jongens. Kom met jullie beste tips en beste reacties en verzin het. Jullie kunnen me hier 100% bij helpen. Ik weet in ieder geval dat het echt langzamerhand niet meer veilig is in mijn stad. Maar goed, laten we even naar Robin gaan. Hey! Ah, Robin! Hey! Deze kant op! Alsjeblieft, ik kon het niet vinden. Slecht. Ja, je moet ook gewoon... Oh mijn god, ja, mijn ding is ook op mijn vuurwerk en mijn elytra is stuk dus. Of mijn vuurwerk is niet op mijn elytra is stuk. Wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk. Ik wil even kijken naar de progressie van je basis. Ja. En leg even uit wat jouw planning is of zo. Want er is allemaal chaos in mijn stad en mijn stad wordt opgeslokt door een virus en weet ik wat, ik moet even weg. Ik ben blij dat ik daar geen last van heb. En Bob is er, het is echt heel chaotisch allemaal. Bob. Ja, een dokter en dit had ik nooit gevonden op mezelf dit. Jawel, makkelijk. Gast, is dit een poeproute, hé? Helemaal niet, dus moet je nagaan, deze route heb ik niet eens zelf gemaakt. Nee, dat klopt, deze heb ik gemaakt, dat weet ik nog. Oh, echt? Ja, toen ik, weet ik van wat, oh daar is de portal, we zijn er. En deze portal die is gewoon random in het midden van dat pad terechtgekomen dus. Oh damn, dat is wel echt top, zo. Helemaal top. Tot zo. Tot zo, hallo. Hallo. Oh, je hebt ook al op een leuke plek geplaatst, nice. Ja, dat is heel mooi. Hey, er is we inderdaad zijn hier. Flink wat progressie. Ja, ik ben hier vorige keer geweest en toen was er eigenlijk alleen nog maar een kist en een bed en zo. Nou ja, dus dan zul je nu versteld staan. Oké, ik ben heel benieuwd. Er staat nu een bordje en een bel bij en nog een kist. Gast, en... er is letterlijk niks veranderd naast het feit dat het bordje en die heb ik hier zelf nog eens geplaatst. Ja, die dacht ik... Nee, je ziet er goed uit, maar wat wil je doen? Leg eens even uit aan mijn kijkers wat jij hier gaat doen voor jouw YouTube-kanaaltje. Ja, nee, dat moeten ze allemaal maar bij mij kijken. Nee, grapje, oké. Okay. kom mee naar boven daar op die berg, dan kan ik het je bij je uitleggen. Ten eerste moet ik zeggen van, het is, het ziet er nu gemined uit. Dat klopt, want er is hier ooit een calcite-dief geweest. Ja, dat was ik. Gevonden. Ik heb hier ooit calcite gevonden en toen was het nog van niemand, dus vandaar dat ik dit allemaal gehakt heb. Dat zit allemaal in de bank. Al die blokken die je daar ziet, die er niet meer zijn, zit in de bank. Hak het volgende keer even netjes weg dan. Maar goed, kijk. Wat je hier beneden ziet, ja. Bij dat hoopje calcite nog, ja. Daar komt een gat. Doe nou niet, alsjeblieft zeg. Oké, okay, dankjewel. Dit meen je niet. Waar ben je? Ver naar beneden. Waar? Oh, daar, hoe kom je allemaal daar? Ik viel. Laat me nou even uitleggen. Even een snelle uitleg. Ja, dat wil ik wel. Maar dan moet je het niet zo flauw doen. Oké. Okay. Bij dat hoopje calcite wat je daar beneden ziet. Nee, doe nou niet. Ik vind het nou niet meer leuk. Ik ga het nu ook gewoon vanuit hier uitleggen ook. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Oh. Alsjeblieft. Hoe kon ik weten dat je maar een half hartje had? Oh ja, hoe kun je dat weten als ik bijna van de berg afval? Hé, leuk. Hé, weet je wat nog het leukste is? Hier. Weet je wat nou nog het leukste is? Hier, wacht, ik heb wat pilletjes voor je. Die kan je nemen. Twee nee, per dag. Weet je wat het ergste is? Nou. Ik had 30 levels. ik dacht al, waarom heb ik ineens 8 levels? Ja, nee, waarom heb ik ineens 8 levels? Hier is je pickaxe. Ja, nee, maar het wordt een vulkaan dus. Dat is wat je probeert te vertellen. Hoe kun je dat nou weten? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, dat heb je buiten de video opgezet. Weet je, ik ga het wel mijn eigen kijkers uitleggen. Jongens, wat Robin hier wil bouwen, is een vulkaan. Ja, met hier waar ik nu sta... Ik ga het gewoon vanaf hier doen. Waar ik nu sta, hier komt een groot rondje, zo. Mm-hmm. En dat gaat vol met... Oh, daar. Vol met lava. Ja. En dan is het dus eigenlijk al een vulkaan. Snap je? Ja, de berg lijkt al aardig op een vulkaan. Ja, helemaal van een afstand. En dan, wat ik dan wil gaan doen, is een brug eroverheen. Zodat je er overheen kan lopen en mensen kan offeren. Ik zie het voor me. Varkens kan offeren, zoals duidelijk, jou. Gewoon Bob kan offeren. Wat heb je tegen Bob? Ja, Bob is echt druk. Oh, oké. Okay. Maar goed, dat is dus een beetje mijn plan. En deze berg een beetje netjes maken, want iemand heeft het hier onverzorgd achtergelaten. Mm-hmm. Het kan niet onterecht. En waar ik dan ga wonen, is waarschijnlijk in de vulkaan. Oeh, dat is wel cool. En je wilde hier, hoorde ik van jou, een heel dorp maken, zeg maar, langs de berg, toch? Er komt dan zeg maar vanaf het midden van de vulkaan ongeveer, aan deze kant, komt er een pad. Die loopt in de vulkaan, maar die komt er ook uit en die gaat dan zo naar beneden. En dan richting het water. Mm-hmm. En dan komt daar een vissersdorp, daar ongeveer. Ja. Bij dat water. En dan is dat een beetje het aanmeerdorp en dat soort dingen.
En klinkt dat cool. Eigenlijk. Dat klinkt als een heel cool iets. En kijkers thuis, als jullie dat allemaal willen zien, kunnen jullie natuurlijk lekker naar Robin's accountje. Het heet Jopie. Opzoeken. Jopie! Ja, yes. Hartstikke leuk. En dan wil ik mijn 30 levels terug. Ja, zal ik. Ik ga ze even voor je halen, oké? Okay? Ik ben zo terug. Ja, dat is goed. Dat lijkt me fijn. En ja, echt. Tot de volgende keer. De volgende keer is er wel progressie. Ja, ik hoop het. Anders brand ik alles af. Ik jou ook. Waar is de nether portal? Je bent de weg kwijt. Waar is de nether... Oh, hier. Bij jou zal er meer branden dan bij mij. Ik wil graag mijn lantern terug. Ik heb geen lantern van je. Wel waar. Nee, Lul. Ik heb geen lantern. Oké, jongens, laten we dan maar toch weer teruggaan naar mijn eigen dorpje. Of naar mijn eigen stad, kan ik het eigenlijk beter noemen. En hopelijk is dan Frederik met Frank de monster en... De bewakers weg, maar de bewakers zullen er nog... Oh mijn god, ik viel bijna laffen. Bewakers zullen er nog wel staan. Maar laten we dan maar hopen dat in ieder geval dat ik weer veilig mijn eigen stad in kan. Om de arena even nog iets beter te inspecteren. Oh mijn god, oh mijn god. Oh, zagen jullie dat jongens? Ik kwam echt net die portal uit en stond er ineens en hij is weer weg. Nee, volgens mij stond hij er echt. Huh? Oh my days. Oh, wat was dit creepy, hè? Ik ga snel weg, jongens. Ik moet eten kopen, want mijn eten is weer eens op. Dus laten we even, als het goed is, ja, we lopen hier nu toch over de markt. Dus dan kunnen we gewoon gelijk even hier wat halen. Ik heb alleen even geen dinges bij me. Wacht, heb ik niet nog wat in mijn ender chest? Ja, dit, maar dat kan ik niet eten. Dat mag ik niet eten. Dus laten we maar gewoon zo een stack potatoes. En dan gaan we gelijk even diamonds halen. Laten we even een keer, omdat ik nu toch moet lopen. Laten we door de mooie ruimtegrot lopen, jongens. Want die ziet er zo leuk uit nog steeds. Om hier gewoon gezellig doorheen te lopen. Even een beetje te inspecteren. Lekker hier naar de mooie ruimte dingetjes te kijken. Het is een leuke grot. Leuk ingericht door te nemen. Laten we dan in de tussentijd ook eventjes hier spieken. Of ik hier nog wat kan zien. Ja, die bewakers die hebben me sowieso door. Maar ik ga hier gewoon... Oh mijn god. Gadverdamme. Gadverdamme. Het is helemaal aan het verspreiden. Is dat mijn vogel? Nee toch? Arnold, wat doe je hier? Waarom vlieg je hier? Ik ga je gelijk naar huis brengen, Arnold. Dit kan niet. Blijf nou gewoon in mijn huis. Hier. Hoppakee. Zo. Hier. Van mijn schouders, zo. En dan heb ik als het goed is hier ergens een lead heb ik zitten. Ja, zo. Dan ploppen we die daar weer. Hoppakee. Dan ga ik heel even snel mijn spulletjes een beetje weg. Waarom kan ik het niet in mijn kist doen? Hallo. Hij doet het gewoon niet. Oh mijn god, nee. Ik ben geprankt. Nee. Wie heeft er allemaal light... Nee, zeg maar niet dat in elke... Oh mijn god, in elke kist zit light gray stained... Oh mijn deze. Wie heeft dit gedaan? Wie heeft me geprankt? Wat goed dit, hé. Man, dit kost echt veel glas. Ik ben nu wel wat glasrijker. Iemand heeft dus blijkbaar, jongens, allemaal lichtgrijs glas in mijn kist gedaan. Zoals dit, kijk. Want namelijk als ik het nu loslaat, boem, dan zie je het gewoon niet. Nee, ik kan het gewoon niet zien. Daarom, ik ben gewoon echt geprankt. Ik kan zeggen, waarom doet mijn kist zo raar? Maar nu snap ik hem. Goeie prank. Zo, dan heb ik mijn diamonds uit de bank opgehaald. En laten we die dan gelijk eventjes hier betalen voor de... dingen. Dat zijn als het goed is 2 diamonds. En dan stop ik heel even mijn diamonds gewoon hierin. Omdat ik geen zin heb om helemaal weer terug te lopen naar de bank. Zo pokkeind lopen. En dan ga ik maar snel weg van mijn arena, jongens. Want ik weet dat daar nu bewakers staan. En oh, wat is het eigenlijk erg dat al die zooi gewoon langzaam... Ik wil echt niet dat mijn stad zometeen helemaal paars is, jongens. Dat er overal, dat zeg maar door mijn hele stad heen zit. Dat zou toch echt... Nee. Dat zou niet mooi zijn. En ik moet mijn elytra echt laten enchanten. Of zelf even enchanten. Want dit is echt drama, dit. Even een mendingboekje nodig en een unbreaking. En that's it. Meer heb ik niet nodig. Maar goed, jongens. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Er is veel gebeurd. Veel verhaal. Bob, Frederik weer. Het virus dat zich verspreidt van alles en nog wat. Laat je vooral weten wat jij van Bob vindt. En als je op dit punt van de video bent gekomen, reageer dan even. Bami schijf. En dan nu. Oops, kijk lekker deze video. Want deze vorige content van 0 heb je hem nou gemist. Moet je hem even helemaal van A tot B. Of van A tot Z. Niet alleen van A tot B. Van A tot Z. Kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek je laat een glaasje water of 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Visje op mijn hand. Doei.